VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en fijn dat je ook in het nieuwe jaar weer kijkt naar VVV TV. We beginnen 2023 direct met goed nieuws. Want Richard Sedlacek heeft vandaag zijn contract met 2 jaar verlengd. En dus spraken we met de Tsjechische middenvelder. Richard, gefeliciteerd met je nieuwe contract. Dankjewel. Waarom wilde je graag blijven? Ja, ik vind VVV gewoon een mooie club. En ik ben gewoon blij hier en de laatste weken doen we ook echt goed voetballend en ook buiten de voetbal is alles prima. En ik heb geen reden voor een andere club gaan of iets. En daarom ben ik ook blij dat ik kan wel hier doorgaan. Je bent nu ongeveer een jaartje hier. Hoe heb je dat ervaren om die overstap te maken van AZ naar Venlo? Ja, die begin was enorm goed. Toen kwam ik hier, hebben we meteen 5-0 gewonnen. En daarna ook wedstrijden gewonnen. Dus toen ging alles echt top. Maar daarna kwam die blessure. Het was wel een beetje een moeilijke periode. Maar op einde ben ik sterker gekomen. En nu ga ik een nieuwe contract tekenen. Dus ik ben wel blij. En die jaren hier was wel... ik denk echt belangrijk voor mij. Je hebt vaak een tegenslag, je bent geblesseerd en dan knok je jezelf weer terug. Is dat ook typerend voor jou dat je elke keer weer terugkomt? Ja, ik weet niet. Er is de dagen en weken met die blessures zijn wel moeilijk. Ja, ik had 2 zware blessures en altijd gebeurde dat in de beste fase, zeg maar. Dus het is wel een beetje moeilijk, maar na een paar weken ga je toch... weer knallen en weer nieuwe motivatie en alles. En dat heb ik wel gedaan. En ik geloof altijd dat ik kan wel nog sterker uit die blessure komen. En dat is ook gebeurd. En hopelijk ga ik wel gezond wel door. Ben je dan ondanks die blessure tevreden over je periode hier tot nu toe? Maar... ik denk dat die eerste wedstrijden in dit seizoen kon ik iets beter spelen en iets meer naar het team geven. Aan de andere kant voel ik me nog steeds veel beter in het middenveld waar ik sta de laatste 5 wedstrijden. En daar voel ik dat ik kan nog meer team brengen dan op rechtsback. Dus ik ben blij dat ik heb de kans gekregen van trainer in het middenveld. En nu doe ik mijn best het team te helpen en naar de play-offs komen. Zien de supporters nu ook echt de echte Richard? Ja, dat hoop ik, ja. Ja, ik voel ook dat op dit positie, zeg maar 8 positie, ben ik sterkste. En voel ik me daar gewoon als thuis. Dus hopelijk ook supporters zijn met mij blij. En omdat die support van hen is echt enorm. En wij zijn echt, echt blij voor. En dat is echt top. Dus altijd hier in de cool spelen. En ook als we uitspelen, is ook echt voor mij niet normaal hoeveel mensen gaan mee. En daarom ben ik echt blij. En voor hun spelen we ook. Je zegt, ik voel me thuis op het middenveld. Voel je inmiddels ook een beetje thuis in Venlo? ook. Na een jaartje ben ik wel gewend. En is Limburg is nog een beetje moeilijk. Maar ik probeer wel alles verstaan. En, ik voel me hier goed. Mijn vriendin ook. We hebben dat ook overlegd. En we gaan gewoon hier lekker door. Jij hebt bijgetekend voor 2 seizoenen. Wat wil je hier bereiken in die 2 seizoenen? Ja, ik heb wel grote ambities. En hopelijk... ik denk dat ons doel gewoon is voor dit seizoen al... voor Eredivisie te vechten. Gewoon play-off halen en
ja, zo hoog mogelijk eindigen. En ja, dan gewoon vechten en proberen gewoon ja, het beste te halen. En ja, daar gaan we kijken. En mijn ambitie is nog steeds gewoon promoveren. En ja, daar ga ik ook voor met het hele team. En ja, dan gaan we kijken wat gebeurt. En volgende seizoen, ja, hopelijk in Eredivisie. En ja, als niet, dan zo snel mogelijk gewoon promoveren. Dan gaan we vooruitblikken op de wedstrijd van vrijdag. VVV hervat de competitie met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De vraag aan trainer Rick Kruijs is met welk gevoel hij begint aan de tweede helft van het seizoen. Goed gevoel. We zijn de competitie natuurlijk op een goede manier geëindigd voor de winter. En iedereen zit er goed in. We hebben een goede wedstrijd gespeeld van de week. Besloten tegen MVV. Dus ja, we hebben er veel zin in. Wat was er vooral goed in de oefenwedstrijd tegen MVV? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je in de competitiewedstrijd zag. Een dominant VVV, wat goed druk kon zetten, hoog druk kon zetten, wat goed was aan de bal, wat veel kansen creëerde. Maar ja, wat wel meer moet gaan scoren natuurlijk. Is dat ook het punt van ontwikkeling voor de komende weken? Nee, maar dat is natuurlijk ook het moeilijkste wat er is in voetbal, om uiteindelijk heel dominant te zijn in niet alleen aan de bal, maar ook dat... tot uiting laten komen in het maken van doelpunten. Goed, daar werken we elke dag aan, maar ik ben al blij dat we het nu daarover hebben. Toch is er een flinke smet op die oefenzegen. Sven Braken valt uit, staat weken aan de kant. Dat is een grote tegenvaller, kan ik me voorstellen. Is het zeker. Sven aanvoerder, topscorer, maakt gewoon een heel sterk seizoen. Ja, een doodzonde voor hem, maar zeker ook voor ons dat hij oud is. Hoe ga je dat opvangen? We hebben een aantal opties. Vrijdag zullen we zien wie optie nummer 1 is. Als we dan vooruitblikken op vrijdag, wat voor wedstrijd verwacht je dan? Ik hoop vooral dat we die lijn kunnen doortrekken die we natuurlijk hebben ingezet de afgelopen weken. En ik verwacht een goed gevuld stadion tegen een tegenstander waar ook wat ontwikkelingen zijn geweest natuurlijk met de nieuwe trainer, met de nieuwe directeur. Maar goed, dat is eigenlijk voor ons niet zo belangrijk. Het is vooral belangrijk wat wij zelf doen. En wij willen die lijn doortrekken wat ik zei. Met goed voetbal, met dominant voetbal, met hoog druk. En ja, dat hoop ik op een goede manier te kunnen zien. We sluiten deze uitzending af met Ennio van der Gouw. De doelman kende een onvergetelijk eerste halfjaar in Venlo. Hij maakte zijn officiële debuut in het betaalde voetbal. En ondanks de terugkeren van Lucas Sima blijft hij ook na de winterstop de eerste keeper. Ennio, je eerste half jaar zit erop bij VVV. Met wat voor een gevoel blik je terug? Ja, goed gevoel. Ik heb eindelijk mijn debuut gemaakt in het betaalde voetbal. En dat voelt heel fijn. En voor mijn gevoel heb ik een goede lijn doorgetrokken. En heb ik goed kunnen laten zien wat ik kan. Uiteindelijk ook die kans gekregen door een blessure van Lucas Sima. Hoe blik je daarop terug? Hoe dat ging? Dat je in één keer erin moest? Ja, op dat moment gaat er heel veel door je hoofd heen. Maar op het moment dat je... het veld ingaat, dan voelt het eigenlijk meteen vertrouwd. Omdat het zijn de jongens waar je elke dag mee traint. En ja, je staat eindelijk in het veld wat je eigenlijk het liefste doet. En daarom hoefde ik er niet veel bij na te denken. Ben je dan tevreden met hoe het gegaan is als je daarop terugkijkt? Ja, zeker. Het liefste was ik natuurlijk vanaf het begin eerste keeper geweest. Maar soms loopt het anders. En ik wist dat mijn kans zou komen. En dan is het heel zuur voor Lucas dat het een blessure voor hem was. Maar dat gaf mij wel de kans om te laten zien wat ik kan. Je zegt al, ik had liever vanaf het begin eerste keeper willen zijn. Nu heb je dan de tweede seizoenshelft. Je weet dat Lucas Sima is weer fit. Toch blijf je staan. Dat moet een goed gevoel geven. Dat geeft zeker een goed gevoel. Het is fijn dat de trainer zoveel vertrouwen in me heeft om die keuze te maken. Met wat voor gevoel ga je nu dan de tweede seizoenshelft in? Eigenlijk hetzelfde als ik de afgelopen periode heb gedaan. Het is gewoon elke dag mijn stinkende best blijven doen. En elke wedstrijd laten zien wat ik kan. En hopelijk is dat elke wedstrijd de nul houden en mooie reddingen maken. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.